Ik ben helemaal hyped, gewoon precies weer op het juiste moment op mijn pad. Iets gaan doen met mijn verhaal. Er komt zojuist een pakketje binnen. Yes. Het is 13 november. Een hele goede morgen. Het is maandagochtend. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is 9 uur. Ik zit al in de auto, want ik ga vandaag op pad voor 2 pasafspraken. Dus ik ga kijken hoe ver ik jullie mee kan nemen, maar we gaan nu op pad. Nou jongens, ik ben er. Ik ga straks even iets meer vertellen over de podcast die ik aan het luisteren was, want ik ben zo enthousiast. Maar ik ga eerst even met deze enthousiasme een pasafspraak in. Dus ik pak mijn spullen achteruit en ik ga naar binnen. Nou, de eerste pasafspraak zit erop en ik zit weer in de auto. En ik blijf het toch elke keer weer zo bijzonder vinden dat je bij mensen gewoon thuis mag komen, het verhaal mag aanhoren. Kan laten zien wat kleding kan doen. En nou, dit was ook weer een vrouw die zoveel mee heeft gemaakt, maar dan toch nog zo positief blijft. En die ook zegt van ik wil er gewoon nog steeds leuk uitzien. En niet alleen voor het comfort gaan. En dat vind ik, ja, ik word hier zo blij van. Dus weer iemand heel blij gemaakt met 2 maatwerkbroeken die we mogen gaan maken. En nu ben ik weer onderweg naar de volgende afspraak. Nog een pasafspraak vandaag. Weer 1 uur en 20 minuten rijden. Het is vandaag aardig wat kilometers erop als ik vanavond weer thuis ben. Maar dit is zo leuk om te doen. Dus ik ga richting het volgende adres. Oh, ik heb even snel bij de McDonald's een minuutje gehaald. Even gegeten. Het is inmiddels 2 uur. En ik moet nog 20 minuutjes rijden naar de volgende pasafspraak. En dan ben ik daar. Dus daar ga ik nu naartoe. Ik ben helemaal hyped van de positieve energie die ik van de podcast van Kim. Zoek het even op, luister ook. Dit is echt heerlijk. Ik heb zoveel positiviteit. En ik was van het weekend eigenlijk alweer heel erg zoekende. Van ja, ik wil weer groeien. Ik wil doelen gaan stellen. Er is nu rust na de verhuizing. En dit komt. Dus ja, die doelen gaan er komen. En zij heeft nu een commitment naar jezelf. Waarin je 365 dagen zichtbaar gaat zijn. En ja, ik ga dat ook doen. 365 dagen ga ik online op mijn Instagram GenderMem zichtbaar zijn. Ik wil met de shit die ik heb meegemaakt omzetten naar iets positiefs. En ik hoop dat ik maar 1 iemand kan helpen met mijn verhaal, met mijn revalidatie, met mijn relatie waar ik niet in gelukkig was. Dat ik een huwelijk na 3 maanden vaarwel zei. Dat ik een scheiding aanvroeg op mijn 21ste. En dat ik nu op mijn 25ste, 3 jaar later, super gelukkig ben. Mama mag zijn van de allerleukste dochter, wat iedereen natuurlijk zegt. Een fijne relatie heb. En ja, mensen die misschien nu op mijn Instagram komen, die denken van, oh ja, die heeft het allemaal voor elkaar. Een eigen zaak, een kind, een man, een huis. Maar jongens, ik kom van zo ver. En nog steeds is echt niet alles perfect. En is het keihard werken voor weinig. Maar ik doe het met zoveel passie. En ik doe het met zoveel plezier. En Biet is echt mijn kindje. En Le Mem gaat steeds beter. Dus ik wil deze energie die ik voel, wil ik ook doorgeven. En ik hoop dat ik iemand anders die in de situatie zit waarin ik 6, 7, 8 jaar geleden zat. Ik hoop dat ik 1 iemand daarmee kan helpen met mijn verhaal. Goedemorgen! Tada! Ja! Het is dinsdag. Ja! Tada! Ja. Ik heb gisteravond helemaal niks meer gefilmd. Ik kwam thuis na een dag werken. Boodschap had ik even gedaan. Ze hebben gegeten, gespeeld, just naar bed. Toen was ik zelf echt kapot. Ik had heel veel last van mijn rug. Dus, wat gaan we doen? Moet ik mee? Waarheen? Ja. Waar gaan we heen? Ja. Tada! Ga je dansen? Ja. Doe dan. Mama. Samen dansen. Mama. Moeten we samen dansen? Ja. Oké, dan. We gaan de ochtend beginnen met een dansje. Ja, de postbode kwam met een pakketje wat ik besteld heb. Namelijk deze stappenteller.
Ik merk nu al, we wonen hier nu 2 weken. Ik loop een stuk minder. Ik ben natuurlijk nu thuis aan het werk. Dus in die zin veel minder buiten actief. Dus ik heb een stappenteller. Ja, wat is er? Oeh, wil je meekijken? Ja. Kijk. Een stappenteller, maar ook die je hartslag registreert en zo. Maar het is tijd om weer even een beetje beweging, nou niet zozeer afvallen, maar wel gewoon het gezonde levensstijltje weer even op te pakken. Dus, zij is heel subtiel. Dus ik denk dat ik dit wel chill ga vinden. Top, ik heb hier even wat bestellingen gepakt. Een hele goede morgen. Het is 9 uur. Woensdag. Moest even denken. Jesse is naar schooltje toe. Mal heeft haar net lekker gebracht. Die zijn lekker wandelen zoals je zag. Ik heb me net klaargemaakt. En het is tijd om lekker een werkdagje te gaan doen. Er komt zojuist een pakketje binnen. Van By Carlijn. Ik ken haar van de vlogcursus. En ik heb hier iets heel leuks in zitten voor boven op mijn kantoor. Dit is een heel gaaf droog boeket. Met een hele coole vaas. Kijk hoe gaaf. De dagen vliegen voorbij. Hé. We hebben vanmiddag even een rondje IKEA gedaan. We gingen voor een bureau. Die was uitverkocht. Toen dachten we, dan wordt het een tafel. Die was ook uitverkocht. En uiteindelijk heb ik een spiegel gehaald. Lieve kijkbuiskindertjes, snaveltjes toe, oogjes dicht, tot morgen. Een hele goede morgen. Het is, oh, dat zien jullie me slecht. Mijn lens is zo vies volgens mij. Het is donderdag. Ik ben net lekker even gemarteld bij de fysio. Ik heb een heel afdruk in mijn hoofd van die bank. Ik hoop dat dat zo wegtrekt, want ik ben onderweg naar pasafspraak voor Be It. Het is een beetje lullig als ik daar met een half gekreukt hoofd aankom. Maar dat trekt hopelijk wel zo weg. Half uurtje rijden, dan ben ik bij mijn afspraak. En vanmiddag ga ik met Mau en Jess lekker even tijd besteden. Ik ga nu eerst even iemand blij maken met nieuwe broeken. Goedemorgen! Jess is naar schooltje en ik ben me aan het klaarmaken. Ik heb nog een kwartier natuurlijk om, ik moet zeggen gewoon 5 minuten weg. Even snel het eten maken. Ik heb vandaag weer mijn allerfijnste groene velvet rib van de Mema. Ik vind het zo'n mooi kleurtje. Ik hou echt van dat groen. Maar hij is op dit moment uitverkocht, dus heb je eigenlijk helemaal niks aan wat ik jullie aan het vertellen ben. Maar we krijgen wel een hele vette stoflevering nog met krakelee, met de roest weer. Dus ben je benieuwd en heb je ook altijd dat bijvoorbeeld flarebroeken veel te lang zijn of veel te kort? We hebben dus verschillende lengtematen. Heb je daar vragen over, mag je altijd even een berichtje sturen naar mij persoonlijk of naar Le Mem. En dan helpen we je naar de fijnste broeken die er zijn. Het wordt maar even een banaantje. Maar het is tijd om deze drama stompjes. Ik heb natuurlijk voor de verhuizing mijn nagels eraf gehaald. Tenminste de gel lak. Ik heb gewoon mijn eigen nagels. Maar het is eindelijk weer tijd om er een mooi lakje op te gaan doen. Ik heb het echt heel erg gemist. Ik vond het wel lekker voor de verhuizing. Maar nu mag er wel lekker een kleurtje op. Kijk.
Zo'n mooi kleurtje. Ik ben weer thuis. Lekker even een kopje koffie aan te zetten. En dan ga ik achter de laptop even wat werkdingetjes doen. Bestellingen pakken, dat soort dingen. Want Jessie heeft vandaag een half dagje natuurlijk maar. Dus dan even knallen. Yes. Het is 13 november. Het is zo te zijn. En Mauro gaat de camera opzetten. Oh, jij bent hem aan het mollen? Ja. Jij gaat naar bed en jij gaat mijn kerstboom opzetten. Top. Ja, we waren in het intratuin. Doe even mee. Ga weg. Nee. Mijn man moest nog slingers en nog wat kerstballen hebben. Maar we moesten van die karretjes lopen en hij loopt altijd, hij rent alsof hij een marathon aan het lopen is. Stoot ik ook nog eens met mijn kar tegen een stapel plantenbakken die omvielen. En oh, dat was zo kut. En nu had hij de kerstboom op gaan zetten. Nou, leuk vrijdag de 13e. Melk is klaar. Snel, snel. Melk is klaar. Alsjeblieft, majesteit. Zo lekker. Jess ligt hier dus gewoon op de zitzak. Ja, we hebben dus de kerstboom al staan, jongens. Het is 13 november. Mau die had ook even een koekoek in zijn hoofd. Ach, het is wel gezellig. Kijk dan. Maar het is inmiddels alweer. Het is over 6:30. Dus Jessie drinkt nog lekker even een fles gewone melk. En dan gaan we zo lekker richting bed. Goedemorgen. Middag. Het is 11:45. Jessie ligt lekker te slapen. Die was echt kapot. We hebben gewoon een heerlijk chill ochtendje. Rustig aan gedaan. Lekker net even geluncht met z'n drieën. Beetje huishouden gedaan. Gewoon lekker rustig chill. Ik zit nu hier achter mijn laptop. Even de bestellingen voor te bereiden. Die binnen zijn gekomen. En van de laatste Insta sale voor Le Mem. Er zijn nog een paar maatjes van. En daar de laatste bestellingjes nu mee aan het afronden. Jess. Dat is cool. Nee. Die? Maar die. Dan? Ja. Lekker even rondje in het bos aan het lopen. Ja. Fijn hè? Zo lekker weer. Zonnetje. Herfstbladeren. Helemaal top. Lief mee. Nou, dit was een heerlijke, echt een lekkere zondag. Lekker met vrienden hier geborreld en bijgekletst. Het was echt heel gezellig.
Het is alweer avond, dus ik ga de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond om te kijken. En als je... Hoi. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Doe even een duimpje omhoog. En vergeet je hier beneden niet te abonneren. Dat zou ik heel leuk vinden. En dan zie ik je graag volgende week weer. Doei doei!